Het feit dat vandaag zoveel mensen hier gekomen zijn, getuigt van zijn akhlaq en van zijn manieren en van zijn imaan en van zijn taqwa. Want niemand kan houden van een slecht persoon. Zoveel mensen zijn vandaag hier aanwezig omdat ze houden van deze persoon. Omdat hij een prachtige geloof had. Omdat hij een mooie imaan had. Omdat hij goed opgevoed was door zijn ouders. Wij moeten inshallah deze persoon vandaag herdenken met heel veel dua te reciteren. En wij kunnen hem iedere week bezoeken inshallah in zijn graf. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran dat hij ons zal beproeven. En nabluwannakum bishay'in. Allah zegt hij zal ons beproeven met zaken zoals nafsin min al-amwal. Zoals verlies van welvaart, maar ook verlies van levens. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. En geef goede tijdingen aan de gelovigen, aan de geduldigen. Inshallah zijn wij dat. Diegenen die zeggen, wanneer hun iets moeilijks overtreft, zeggen zij: wij komen van Allah en wij zullen inshallah tot Allah. Wederkeer, beste broers en zusters, vergeet deze maar gewoon niet constant in jullie dikke. In het lezen van de Koran, Surat al-Qadr, Surat al-Fatiha, Surat Yasin, Surat al-Rahman, inshallah. Wa akhu da'wan alhamdulillah al-alamin. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala bayt al-tayyibin al-tahirin. Tafadhal ya Sheikh.